We zijn bij Andriessen, Vleugels en Piano's. Een prachtig mooi bedrijf hier in Haarlem. Met 10 medewerkers, echt een familiebedrijf. Veel vakmanschap en een geweldig ondernemende omgeving. Ik heb een bedrijf waarin wij klassieke piano's en vleugels repareren en restaureren in eigen werkplaats. Om zeer tegen de verwachting van iedereen in weer bijvoorbeeld voor 40 jaar een nieuw leven te geven. Vakmanschap is alles natuurlijk. Je moet al die disciplines beheersen om tot een heel goed product te komen. Nou, we zijn hier met de minister van Bijsterveld om te praten over de zeldzaam specialistische beroep in Nederland. Ik heb haar net de monitor aangeboden van de SOS vakmanschap. Het gaat vooral om de beroepen die heel klein in Nederland zijn, waar weinig opleidingsmogelijkheden voor zijn, maar die wel heel belangrijk zijn voor Nederland. Nou, het probleem is eigenlijk gewoon dat er te weinig leerlingen zijn voor een dergelijke opleiding. Of dat er te weinig plekken zijn waar die leerlingen stage kunnen lopen. En het gevaar is dan dat een opleiding zo klein wordt dat je de kwaliteit eigenlijk niet meer in stand kan houden. En vaak zie je dat ze onderdeel zijn van een grotere organisatie. Dus je ziet besturen dan nog wel vaak lange tijd geld er extra naartoe schuiven. Maar op een gegeven moment houdt dat gewoon op. En je moet ook rekenen als het er niet meer is. Ja, op een gegeven moment neemt ook de laatste piano-reparateur afscheid. Ja, en dan zitten we hier met prachtige vleugels die niet meer onderhouden worden. En dat willen we natuurlijk niet. Waar ik wel verdriet van ga krijgen, Ida's, is dat Ton Klooster, mijn alles, mijn meubelmaker, de beste van de wereld misschien wel, die gaat gewoon met pensioen. Die man, die is 66 en hij wordt 67. En dan is het toch een moment dat hij daarmee stopt. Het is heel erg van belang dat we zorgen dat er voldoende leerlingen zijn. Want als je voldoende leerlingen hebt, kan je het ook goed bekostigen. Als dat niet zo is, dan moet toch het bedrijfsleven zelf, mensen uit het vak zelf, zullen toch mee moeten denken en mee moeten financieren om het in stand te houden. Wij lobbyen daarvoor in Den Haag, bij de politiek, om te zorgen dat de mogelijkheden in ieder geval om dit soort opleidingen in de lucht te houden verbeterd worden. Dat is de reden dat ik vorig jaar een meldpunt ingesteld heb, waar scholen en branches zich kunnen melden als ze denken het gaat echt fout, we gaan onderuit. Zodat we kunnen kijken wat kunnen we ermee doen. Dat ik ga werken met de licenties. En SOS Vakmanschap, wat heel veel doet onder de koepel van de MKB, heeft nu weer nieuwe aanbevelingen. Daar heb ik vandaag een exemplaar van gekregen van die aanbevelingen. Die ga ik nu weer bekijken van wat kan ik daarmee en hoe kunnen we daar positief op inspelen. De kern zit toch in zorgen dat de bekendheid is, leerlingen er weer meer voor gaan kiezen. Want dat maakt het een stuk makkelijker om opleidingen in de lucht te houden. Dus het is gewoon essentieel voor de veerkracht van de Nederlandse economie. Maar ook als Nederland innovatieland hebben we behoefte aan vakmensen. Die echt aan het vakgericht denken, vakgericht investeren. Komen vaak prachtige mooie innovaties. En dat hebben we gewoon nodig.